pas is over 40 jaar al begonnen met wijn maken. Dat was eerst met fruitwijnen, kersen en appelen. Maar achteraf is dat rap overgegaan op druivenwijn. Dan hebben we hier, op deze stuk grond, onze eerste druiven geplant. Ja. En dan stil aan meer en meer geplant, totdat het helemaal vol staat nu. Een half hectare is dat hier. Oorstens hebben we hier de Rivaner. De Rivaner is een oude Duitse soort die voortkomt, gekweekt is uit Riesling en Sylvaner. Dat is een soort die 50 jaar oud is. Maar dat was toen een vrij jonge soort. En die gedijt heel goed in het Hageland. En ik neem aan zoet van smaak. Die is zoet, die heeft niet zo'n scherpe zuren. Dat is echt een hele zachte en zoetere wijn. Kun je ervan maken. Je kunt ook droge wijn ervan maken, maar ook zoetere wijn. Ja. Dat is door de gisting. Ja. Door de gistcellen, de gisting die alle suikers volledig omzetten tot alcohol. Ja. Dus dat er geen suiker meer in zit. En een zoetere wijn is, dan stoppen wij de gisting, waardoor dat er een beetje natuurlijke suikers in de wijn blijven. Waardoor dat het zoet gaat smaken. Hè? Ja. Nee, er zijn enkele soorten die met elkaar gaan passen en die we met elkaar doen ook. Ja, bijvoorbeeld de cuvée Anne, dat is gemaakt door de Regent, waar we hier vlakbij zitten, de Regentdruif en de Ronde druif. Dat zijn twee soorten druiven die resistent zijn tegen bepaalde ziektes, tegen de witziektes. Tegen botrytis minder, maar tegen de ziektes wel. Dus dat geeft toch wel een andere wijn. Dat is iets nieuws. Voilà. Deze is de Regent, ja. Waar we de cuvée Anne van maken. Hè. Ja, ja. Het is een mooi rijpe bolletjes. Gelei kun je er eventueel van maken. Hè. Ja. Dus mevrouw Suzanne die doet dat wel. Ja, ja, ja. Wel eens een keer, nu elk jaar, maken we er eens gelei van. Dus als ik pers, dan heb ik mijn zap. En gelukkig van de Dornfelder en van deze, dat is dan al roodsap. En dat is gewoon maar op te stijven met confituursuiker en je hebt een gelei. Hè. Dus dat is heel gemakkelijk. Ja, je kunt wel eens een heel jaar, like 2017 was een serieuze teleurstelling. Toen was met de voorjaarsvorst hier in Noorderwijk al mijn wijngaarden, al mijn takken bevroren. Dus dat wil zeggen, dus bij de uitloop van heel jonge uitloop zijn al die jonge scheutjes allemaal bevroren. Dus een druivelaar is zodanig sterk, die recupereert wel. Maar aan die nieuwe takjes die dan nog uitkomen, er komen geen druiven aan. Dus hadden we geen oogst. Het jaar was dat dan? Ah, wel, dat was het jaar daarna. Ja, dat wil lukken eigenlijk. Ja. Dat was 2018, dat was het beste jaar van de laatste 20 jaar eigenlijk. Ja. De bloei was goed, was allemaal goed, niet bevroren. De zomer was goed. En de oogst was goed. Dat was echt super jammer. Ja, dan hebben we hier en daar wel eens een prijsje gehad. We doen hier af en toe wel wat mee met zo'n concours. In Nederland en dan hier in België ook. In het Hageland en met de beste Brabantse wijn en zo. Ja, en dan hebben we toch een keer een gouden en een paar zilver, een bronzen. Mm. Dus met verschillen, niet altijd met dezelfde wijn, maar met andere verschillende. Ja, dat was dan plezant. Gus, nog hier een vraag. Ja. Een goede tip. Waarom is het belangrijk dat het gras kort staat onder de druivenranken? Ah, om de vochtigheid in de wijngaard zo laag mogelijk te krijgen. Dus in de wijngaard moet licht en lucht
En lucht, dat is de bedoeling dat makkelijk onder de druiven onderdoor, als er wat wind is, dat droogt gemakkelijk op. Tegen dat het gras wat hoog is, dan blijft het langer vochtig allemaal. En dat is niet zo best. Dat is heel goed voor de schimmels en die hebben we niet nodig. Ja, in de provincie Antwerpen zijn we momenteel toch meer dan met 10 wijnmakers, commerciële wijnmakers. En iedereen doet zijn best natuurlijk. Hè. We zitten ook op andere verschillende gronden. We hebben niet allemaal... Onze bodem is vlak. Tegenover in het Hageland is het zuider, de helling. Knal naar de zuider richting. Dus het is altijd wel een beetje beter. Ah, ja. Dus als je op een helling zit, hebben we iets meer uren licht en zon en warmte. Okay. Ja, dat is iets beter. Ook dezelfde soort hier en dezelfde soort daar, die zijn een week vroeger rijp. Ah, okay. Dus ja. En als we dan geluk hebben met goed weer, kunnen ze nog een week langer laten hangen. Ah, ook, ja. Hè. Zeg, dat wil zeggen, ginder warm en jij hebt ook een warm hart. Ja, dat hoop ik. Ja, ja. Dag, Joost. Merci, hè. Ja.